En dan nu? Hallo kijkers. Shared space betekent gedeelde ruimte en wordt gebruikt om een verkeerssituatie te omschrijven waar geen duidelijke aanwijzingen zijn hoe het verkeer moet gaan. En dan heb je dus geen scheiding tussen de busbaan, fietspad en asfaltweg voor de auto's. Dan heb je geen verkeersborden, dan heb je een open en overzichtelijke ruimte voor alle verkeersgebruikers, voetgangers, fietsers, auto's, taxis en bussen. Een belangrijk kenmerk van shared space, lees ik op Wikipedia, is de geringe aanwezigheid van verkeersborden. Het idee is dat je door verkeersborden weg te halen niet meer weet waar je het moet zoeken en dat je dan dus voorzichtiger gaat rijden. Wikipedia zegt ook, de wegen zijn vrij van asfalt, er zijn geen stoepranden en er zijn geen voorschriften voor het gebruik van de straat, dus ook geen fietspaden. Verkeersborden zijn zoals gezegd bijna allemaal uit het straatbeeld verdwenen. Ik begrijp niet hoe een wethouder van verkeer in deze stad het woord shared space voor het stationsplein nog in zijn mond durft te nemen. We moeten maar eens een keer met alle gebruikers in gesprek. Ik nodig iedereen die een beter stationsplein wilt uit om op zondag 9 maart aanstaande om 2 uur naar de Vaassum te komen. We tekenen het plein op de vloer uit en we gaan eens kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Ook handig, een geel zebrapad.